Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdag, het is 7:30 en ik ga nu filmen met Max. Tweede deel van de samenwerking met zonnebrillen.com. En daarvoor gaan we naar Lionshead, daar een stukje hiken, filmen. Dan koffie halen ergens, dat filmen. En dan naar het strand. Dus dat worden we denk ik al leuke beelden. En ik hoop dat jullie het ook een leuke samenwerking vinden. Ik ben er heel blij mee. Vooral met deze bril. Hij is zo extra. I love it. Maar goed, ik moet nu haasten. En ik neem jullie weer lekker mee. Boeien. Boeien. Zijn we weer. Hallo. We're back. Lionshead. En voor de vorm klimmen. Hier op het strand aan het filmen. Budget, hè? Goed weet hier. Ik kan het niet met de hand. Leuk man. Kijk, dat kajakken. Ja, wat? Dat ja, maar we niet vanaf hier volgens mij. Oké. Okay. Ready? We got it. Ready, Freddy. Ready. Hoi. We hebben lekker geluncht, diep gesprekken. Zeker weten. En kleine sneak preview. Misschien zit Babette in seizoen 2 van Endam? Misschien. Misschien. I guess we'll never know. Zo jongens, kleine switch of scenery. Bijna overleden op pad. Ik ben met Nathalie in de Atlantic Dunes. We gaan hier foto's maken. Holy shit, dit is ziek. What the fuck? Oh my god, kijk nou. Dit is toch ziek? Zo jongens, een update. Het is struggelen hier in de volle zon, met wind, tegenlicht, maar het is wel mooi. We're getting there. We're getting there. Heel vet dit. I love the wapper gewoon in deze tijd. Mijn POV. It's not working. There it is. Goedemorgen, het is woensdag en ik heb het klaargemaakt. Ik heb vandaag 2 castings en een clipshoot. Heel erg leuk, maar ik ben laat. Dus ik ga nu haasten naar de eerste casting. En dat is voor Bridal. Dus ik heb een witte jurk aan en dan heb ik straks een casting waarbij ik dus heel erg cool en edgy moet zijn. Dus ik ga me straks snel omkleden. Maar ik ben benieuwd, ik heb nog nooit bridal gedaan. Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe het gaat zijn. Dit is wat ik aan heb. Ik wacht nu op de Uber. Maar het is hier zo'n zooi. We zijn hier alleen maar de hele tijd heen en weer aan het gaan. Van fotograferen naar zelfmodel staan en dan allemaal kleding meenemen. En dan weer hier thuis komen de dag daarna weer. Dus we zijn de hele tijd een soort van in die bende aan het leven. Straks even opruimen. Zo, ging best goed volgens mij. Alleen ik zat nog te twijfelen van doe ik mijn hak aan of niet. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan en ben ik heel blij mee. Want we waren even aan het praten. En zij zegt, oh wat, heb je een beetje Asian roots? Ik zei ja, ik ben half Indo. Oh, oké, ja, want jij hebt de lengte van een Nederlander. En de looks van een Asian. En ik dacht echt, het zijn de schoenen. En daarna moest ik nog interacten met een ander meisje. En zij was echt 1,90. Dus ik ben heel blij dat ik die hak aan heb gedaan. Maar goed, ik zie er nu dus zo uit. Bridal. En nu moet ik omtoveren naar een soort van grungy, cool, edgy look. Dus dat ga ik nu doen. Een boots doe ik hierbij aan. En het is wel grappig, want dit is dus die casting waarvan ik vorige keer zei... dat ik dacht dat ik moest dansen, maar dat we dus niet moesten dansen. En dat ik hem helemaal had verpest. Daar heb ik nu dus een callback van, dus ze willen me nog een keer zien. Zo zie je maar, je hebt nooit een idee van wat ze zoeken.
Maar goed, ik heb dus een soort van dit met dat jasje eromheen. Of misschien zonder dit. Het is misschien een beetje too much. En ik heb zilveren oorbellen in. Ik heb altijd goud. Ik twijfel een beetje of ik mijn haar vast of los moet doen. Maar goed, ik heb nog een half uurtje. Ik ga nu naar de clipshoot. Spullen gepakt. We hebben even geluncht en ready to go. Oh, wat was dat? Nee, zijn we nog zo. Het is een video. Ik zie het niet alweer. Nee, dat is weer de linkerkant. Ziet er wel cool uit. Oké. Echt? Stylist. Okay. Komt ook nog met die snor. Mark staat klaar. Okay. Ja, is goed. Oké, let's go. Lopen en go. Waar staat hij nu? Stylist van het zuiden. Wacht even. Stylist van het westen ben ik. Stylisten ook. Ik ga boeken. Echt kort, hè? En je sensed en je kijkt en je denkt, nou ja, oké, steek maar op. Bij deze. We kunnen even terugkijken. Het is niet als het gas ingedrukt wordt. Oké, Delo, als de deur. Als hij de deur inloopt, mag jij gaan lopen en. Ja. Juist, goed. En dan blijf je heel even staan en ik blijf in je tasje kijken. Kom maar door. Net niet ver. Ja. Oh, later hij zo zeggen. Het ging net zo ver. Oh wow, hij is helemaal... Scherp, ja, nu is hij scherp, ja. Oké, joh. Ja. De achtergrond is beautiful, Jenny. De camera neem je mee, hè? Yes, heel goed. Oké, top. Dit zo. Nu gaan we deze doen. Heel goed, heel mooi. Heel leuk. Ja, dit is echt leuk. Toppig. Gaat dat heel mooi? Dit is een goede flirt. Mag ik dat vragen? Zo, dat was zo leuk om te doen. Oh mijn god. Ik zeg natuurlijk wel vaker, of ik weet niet dat ik dat in de vlog heb gezegd, dat ik ooit zou willen acteren. Gewoon, dat lijkt me gewoon echt heel erg leuk. En dit was een soort van voorproefje. En het was echt heel leuk. Het was een chaotische dag. Ik ben ook gesneuveld, ben gevallen. Hier zie je het niet echt, maar het doet best wel pijn. En het kut is, ook op mijn knie. En op zich is dat normaal niet echt een probleem, maar ik zit hier voor modellenwerk. En dan is een kapotte knie niet heel chill. Maar goed, het was echt super leuk. Ik ben heel benieuwd. En begin maart komt dus de videoclip al uit. Dus dan kunnen jullie het zien. Ja, was heel leuk. Ik zie er alleen niet uit. Oh my god, sta ik zo op beeld? Anyway, lange dag, veel gedaan. It's a good day. Yes. En nou, ik heb eten besteld. En ik ga lekker chillen. Oh, lekker chillen. Morgen dus een casting. Dit is pijn. Ik weet niet waarom ik dat denk. Morgen heb ik dus een casting voor een parfummerk. Verder benieuwd. En daarna zou ik dus gaan shooten in die cabin die ik gehuurd heb. Alleen de mensen die styling zouden doen van mijn agency, die hebben afgezegd. Die kunnen geen vrij krijgen. En dat is op zich niet erg. Maar het is een beetje vervelend dat ik dat zo last minute hoor. Want dan moet ik alles zelf gaan fixen. En ik had in principe gewoon een soort van 6 shoots willen plannen in de komende 3 dagen. Maar dat gaat niet. Want ik heb letterlijk 1 shoot gepland en daar is nu de styling ook niet voor. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dat komt ook wel goed. En anders dan zit ik gewoon een paar, 2 nachtjes even ergens anders. Misschien ook wel leuk voor de afwisseling. Maar ja, mijn hoofd explodeert zoals je merkt. Dus ik ga nu even lekker chillen. Hallo allemaal. Het is donderdag. Vandaag is niet de beste dag. Er zijn wat dingetjes thuis.
Waar ik eerder ook al vertelde, die privé dingen, dat heeft met familie te maken. Dus ik zit nu te kijken naar of ik eventueel een paar dagen terug ga vliegen naar Nederland. Daarnaast, ik heb dus die cabin geboekt, wat ik aan het begin heel enthousiast vertelde. Alleen nu heb ik dus morgen en overmorgen opties staan, waardoor ik waarschijnlijk niet in die cabin kan zijn. Ik had alleen vandaag en daarvoor had ik dus styling team en een model. En mijn styling heeft gisteren afgezegd en nu zegt mijn model daarom ook af voor vandaag. Dus nu kan ik wel naar die cabin, maar dan zit ik daar in mijn eentje en ik heb niks om te shooten dan. Dus ik baal daar een beetje van. Daffy is vandaag de hele dag weg, want die is naar een job toe. Ik heb zo'n casting en niks lukt vandaag hier, dus ik ga gewoon even sporten, kijken of dat helpt. En dan me rustig klaarmaken voor de casting. En hopelijk haal ik die dan binnen, want het is allemaal heel erg leuk. Dat is leuk als ik dat zou boeken. Het is parfumreclame namelijk. Maar het zit allemaal even niet helemaal lekker mee. Maar goed, dat soort dagen zitten er ook tussen. Het is fijn. Ik heb alleen veel te veel gegeten om niet te sporten eigenlijk. Ik ga gewoon en ik zie wel wat ik kan doen. En dan gaan we gewoon weer verder met de dag. Zo, ik ben heel blij dat ik ben gaan sporten. Ik voel me een stuk beter. Nog steeds niet helemaal top, maar een stuk beter. Ik heb in ieder geval gewoon dat weer gedaan. Dan ga ik me zo gewoon rustig en klaarmaken voor de casting. En dan de casting doen. En ik denk dat ik daarna gewoon alsnog ga schieten als ik iemand kan vinden. En ik zie het dan wel. Even zo'n dag dat je alles gewoon op je af laat komen. Zo, ik ben er klaar. Iets te rustig aangeleid. Ik ga nu heel snel naar de casting. Wish me luck. De casting ging goed. Ik moest samen met een Italiaanse man. Dat was leuk. Hij zat ook bij mijn management. Ik vind dat accent gewoon zo grappig van Italianen. En ik kwam daar aan en iedereen zat in gymclothes. En ik zat daar in mijn blazer helemaal netjes. Nu al mijn spullen gepakt, it's a lot. En ik ga nu langs Camilla. En dan gaan we samen naar de cabin om daar alsnog te shooten. En wellicht ga ik dan terug vanavond om First Thursday te vieren. Dat is hier helemaal een dingetje. En anders dan niet. Dan blijf ik daar, ik weet het nog niet. Of ik dat eng vind. Aangekomen op locatie en het is een heel leuk huisje. Gelijk nu wel een troepje en we gaan zo in de tuin schieten. Ze hebben hier dus ook schildpadden. Very interesting. Even hier kijken. Oeh. Oh ja. This could be nice with like flash. Yeah, I also felt like kind of thing, yeah. Camilla's doing her makeup. And oh, then yeah. We're going into the garden. Okay, let's go. Hello. You really go back and just make your way up. Find your way up. I love the sneakers. Okay, yeah. This is really nice. This is actually really, really nice. Look. Are you comfortable with taking your shoes off? I can try. Let's just look around real quick. Wow. Yeah? Yes. I'm not even that about rocks, just because of snakes. Oh yeah, I know. En hoe bevalt het daar? Ja, het is hier vooral heel lekker weer, dus daar ben ik heel blij mee. Als ik terug ben, dan kom ik gelijk langs. Het is veel te lang geleden. Ja, goedemorgen, het is... Oh, welke dag is het? Vrijdag. En ik zit nog in de cabin. Ik ben gisteravond teruggegaan laat en ik ga nu lekker met Daffy hier shooten. Die jurk zit er heel leuk. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk... Ik vond het bepaalde dat je al die witte jurken mee had vanochtend. Oh, sorry. Nou ja, het is jouw kleding. Ja. Maar dat was perfect geweest natuurlijk voor die shoot. Nu gaan we even hier shooten. Een beetje van de zijkant. Lachen. Dat is echt lachen. Ik kan dat niet. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb nog in de cabin geslapen. In mijn eentje, zo moest het. Gisteravond was er loadshedding, dus toen heb ik lekker wat gewerkt, even wat geëdit. Zo, ik ben moe. En dan heb ik gebeld
met mijn ouders en met Rens een ticket geboekt naar huis. Dus ik vlieg vanavond terug naar huis. En voor een week. En dan kom ik weer terug. Want ik moet afscheid gaan nemen van een familielid. Dat lig ik weer terug. Ja, dat is gewoon heel verdrietig. Dus dat was wat de afgelopen vlogs ook een beetje meespeelde. En ik vind het heel gek om naar huis te gaan. Het voelt heel gek. Maar fijn om bij mijn familie te kunnen zijn. Heel gek. Goed, ik ben nu nog in de cabin. Ik moet hier zo even opruimen, schoonmaken, inpakken. En dan ga ik naar huis. Daf is surfen. Ik had eigenlijk al meegewild. Ik baal een beetje dat ik nee heb gezegd. Maar ik denk dat het te veel gezeik wordt met tijd en stress en zo. Als ik terug ben, ga ik denk ik gewoon minder werken. En gewoon alleen nog maar genieten. Want ik heb dan nog 2 weken als ik terugkom. Wow. Wat zie ik? Ja, dan heb ik nog maar 2 weken. Van 1 week met Rens. En dan is het dan weer klaar. Wow, bizar. Oké, ik zit nu nog lekker hier. Het is toch wel chill hier hoor. Het is gewoon lekker rustig. Lekker licht. Zonnetje ga ik missen hoor. Super koud thuis volgens mij. Heerlijk hier. Zo kan mijn licht in mijn hoofd. Even lekker wat thee en water en koffie drinken. En dan langzaam opstarten. Ik heb sunset shoot met Wes. Oh, dat is zo so pretty. How are you doing? Yes. Hello. Yeah, my eyes are so bright. Yeah. En daarna vlieg ik dus terug. Maar het is hier heel erg mooi. Is het recording? Yes, it is. Yeah, it is. Okay, come more this way. Perfect. Yeah. Okay, 3, 2, 1. And open. Perfect. Head back slowly. Head hold down. Zo, ik kom net thuis van de shoot. Het was echt heel erg leuk. Ik denk echt dat het hele mooie foto's worden. Wes was ook heel erg lief en getalenteerd. En hij schiet op film. En maandag komen de foto's dus al. Dus ik ben heel benieuwd. Alleen nu is het dus 8:15. En ik moet over 1,5 uur in de taxi zitten naar het vliegveld. Wat echt heel erg raar is. Ik kan er echt niet bij mijn hoofd. Goed, over de shoot nog even. We gingen dus ook op een gegeven moment in het water. En het water hier is ijskoud. Echt gewoon Wim Hof. Eat your heart out. Het is echt niet normaal. Dus ik moest daar in het water en ik ben helemaal verkrampt. Dus mijn rug is helemaal vast. Maar nog even. Ja. Wow, ik ga weer van hak op de tak. Dus ik kan mijn telefoon niet opladen. Ik kan niks doen nu. En ik wou mijn haar wassen, dat soort dingen. Maar ik kan mijn haar dus niet feunen. Dus het is echt heel irritant. Oh mijn god. Goed, ja. Echt zo raar dat ik zo... Over 24 uur zit ik gewoon bij Rens aan tafel weer. Heel raar. Maar ik vlieg dus voor een week lang terug om afscheid te nemen van een familielid. Wat echt ontzettend verdrietig is. En ja, daarvoor wilde ik gewoon bij mijn familie zijn. Heel gek gewoon om te beseffen dat ik straks gewoon weer in Nederland ben. En ik ga dus na een week weer terug. Ik moet even kijken ook of ik volgende week ga vloggen. Misschien dat ik wat fragmentjes ga filmen en dat dan in de vlog daarna meeneem. Ik voel een beetje gek om daardoor te vloggen. Maar ik zie het wel hoe het voelt. En ja, dat. Ik ga nu snel douchen en spullen pakken. En dan richting de airport. Zo, het is 10:00 en mijn Uber is er. Zo raar. Ik kan hier echt niet bij mijn hoofd.
Zo, dan ben ik echt wit. Hey jongens, ik ben thuis. Met mijn kleine mami. Hey. En ik denk dat ik deze week even een break neem. Om gewoon lekker thuis te zijn bij mijn familie. Het is nogal wat. En dan zien jullie mij daarna weer. En ondertussen ben ik nog bezig met seizoen 2 van En Dan. Dus dat komt als het goed is ook deze week online. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. En dan sluit ik bij deze vlog af. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Gooi je duimpje even omhoog. En abonneer je vast. Want En Dan komt deze week online. Ah, oh my god. En dan zie ik jullie in de volgende. Bye.